Ze willen hier zeker geen fouten maken. Het is de eerste wedstrijd en als je die verliest, dan blijf je achter jezelf aanlopen. Uitstekend gespeeld, dat geeft het hele team vertrouwen. Een belangrijke wedstrijd voor Xavier Aguilar Ramirez en zijn assistenten. En daar gaan we dan. Maar eens kijken wat men vandaag allemaal van plan is. Ze vechten om de bal. Ongelooflijk hoor. Hij laat zijn grote kwaliteit zien met deze actie. De keeper mag hem dankbaar zijn. Hendricks. En hij is de bal kwijt. Hendricks. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Dat ziet er goed uit. Oh ja! We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Dat was het eerste doelpunt. Sneijder aan de bal. Noureddin Amrabat. Ja, nu! Slechte voorzet, zeg. Makkelijk onderschept door de afgeroepen. De verdediging grijpt in en verovert het balbezit. De scheidsrechter geeft een inworp aan. Met die tackle herovert hij de bal. Scheidsrechter Xavier Aguilar Ramirez fluit. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Hij wordt voorgegeven.
Vrije trap toegekend. De scheidsrechter constateert buitenspel. Hendricks. Snel teruggekaatst. Ja, en nu? Hij heeft een sterk schot in de benen. Er is een ingooi. Hendricks. Ja, en nu? Op de wreef en een schot. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Op de lat. Stop de eerste. De bal loopt over de achterlijn. Hoekschop dus. Wordt dit een doelpunt? Het schot wordt geblokt voordat de bal het doel kan bereiken. Sneijder heeft de bal. Hij raakt hem met zijn hoofd. Die bal gaat uit, dat betekent een corner. Het publiek schreeuwt nog steeds om een doelpunt, maar ik geloof niet dat die bal erin zat. Of toch wel? Nou, ik dacht eerst zelf wel dat het een zuivere goal was, maar de doelcamera laat toch zien dat ik het mis had. Goede beslissing van de scheids. Hij kopt de bal. Prachtige poging, dat wel, maar niet op doel. Hij strekte zich helemaal uit en hij kon de bal gewoon niet naar beneden koppen. Dode spelmomenten hebben ze goed doorgenomen. Een uitstekende corner. Misschien dat hij de volgende keer erin zit. De scheidsrechter fluit voor de rust bij een stand van 1-0. Iedereen zoekt zijn plaatsje weer op en Galatasaray neemt de aftrap voor de tweede helft. Sabri. Aan zijn sprongkracht, daar lag het niet aan. Hij hing mooi hoog in de lucht, maar hij kon er gewoon niet bij. Ja, die bal was inderdaad net iets te hoog om goed te kunnen koppen. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg.
Ja, en nu? Goed gespeeld, maar die bal wordt onderschept. Geslaagde defensieve actie en het spel gaat de andere kant weer op. Doet hij goed. Hij moest en zou die bal tegenhouden. Noureddin Amrabat. Hendricks. Wat gaat hij doen met die bal? Wat een vaart. Oh, de bal wordt geblokt. Ja, hij werkt de bal goed weg. Aanval voorbij. Ja, en nu? Schiet! Die bal gaat over de achterlijn, corner. De bal wordt naar voren gewerkt. Bal is uit, ze mogen ingooien. Hendricks. Wat een snelheid. Dat was gruwelijk mooi. Hij verliest de bal. In het midden loopt er iemand vrij. Je komt er niet langs vandaag bij deze kerel. De keeper zit er nog wel aan, maar hij zit. Hij heeft al twee keer gescoord. Is ze steeds weer te snel af. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Ongelooflijk hoor. Hij laat zijn grote kwaliteit zien met deze actie. De keeper mag hem dankbaar zijn. Stans. Met beide benen de buitenspelvalling. Stans. Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Oei, daar gaat iets niet goed. Dat lijkt op een spierblessure. Buitenspel volgens de scheidsrechter, anders was het wel een doelpunt geweest. Van Diemen.
Dit is Sneijder. Houdt die bal bezit. Sneijder aan de bal. Nu moeten ze counteren. Wat een actie. De doelman wacht op het schot. Hij gaat ervoor. Stop de eerste. Mooie positie voor een voorzet. Hij wordt voorgegeven. Prachtige poging. De wedstrijd is afgelopen. Heerlijk voetbal hebben we vandaag gezien. Ze namen voortdurend initiatief en dan wordt het beloond ook. Ja, verdiend gewonnen en met dominant voetbal even. Dames en heren, bedankt voor het kijken.